Wist je dat er in Nederland maar 20 nationale parken zijn? En wist je dat genieten in de natuur je aardiger, maar ook slimmer maakt? Hè, het zou toch lekker zijn als hier een bankje stond? Martin, als ik mezelf naga, als ik ergens niet bij stilsta, dan is het wel hoe die openbare ruimte is vormgegeven. Dus de bankjes, het meubilair dat er staat. Jij houdt je daarmee bezig. Wat vind jij eigenlijk van het Nederlandse straatbeeld? Ik denk dat wij in Nederland wat dat betreft absoluut een mooie, goede openbare ruimte hebben. Die ook echt is ingericht zoals wij Nederlanders een beetje zijn. Ik bedoel, het is nou eenmaal niet het weer in Spanje. Ondanks global warming en dergelijke is het nog niet altijd mooi weer in Nederland. Dus het is absoluut op de Nederlandse manier wel ingericht. Met degelijke producten die ook goed tegen de weersomstandigheden kunnen. En ja, dat zie je toch. Ik denk dat het toch in Nederland, dat we het goed voor elkaar hebben. Jullie houden je bezig met die openbare ruimte. Maar hoe het eruit ziet, jullie ontwerpen, produceren producten daarvoor. Aan wat voor soort producten moet ik denken? Nou, dat is heel divers. Wij hebben echt een groot assortiment. Dat begint inderdaad bij bankjes, maar afvalbakken, boombescherming, boomroosters. Gaat ook naar vlaggenmasten toe, allerlei afzetpalen, kantelbaar, vast, klikbeugels. En wat voor ons ook een hele belangrijke groep is, en natuurlijk zeker heel populair, is alles wat met fietsen en fietsenstallen te maken hebben. Dus fietsenrekken, etagerekken, maar ook de overkappingen om ze in dit af en toe toch een dat natte klimaat ook droog te houden. Hoe ga je dan te werk qua een idee bedenken, qua een ontwerp? Popt dat in één keer op? Of? Dat is één van de opties die je noemt. Het popt inderdaad soms op, maar ook heel veel ideeën komen van onze klanten via de buitendienst binnen. Die een idee hebben voor een bepaald product wat wellicht past in hun landschap en in hun stadsbeeld zoals ze dat voor ogen hebben. Onze eigen afdeling industrieel ontwerpen, die komen natuurlijk ook met de nodige ideeën. En van externe ontwerpers krijgen we soms ook inbreng, omdat ze iets moois gezien hebben en mooi bedacht hebben. Nou, alles wat we zelf eigenlijk doen, ja, dat begint eigenlijk heel simpel met een velletje papier en een potlood en een pen en wat kleurstiften. En dan gaan we schetsen en dan uiteindelijk komt daar een prachtig eindproduct uit. Jij let op allerlei verschillende meubels in de openbare ruimte, ook in het buitenland? Ja, een tik krijg je daar een beetje van. Allereerst kan ik zeggen, vanaf nu ga jij er ook op letten als je buiten loopt. Ja, dat weet ik uit ervaring. Maar inderdaad, dat klopt. Als ik met mijn gezin op vakantie ben in Frankrijk en ik zie een bankje staan waarvan ik denk, hé, die ken ik nog niet, dan weten mijn kinderen al precies van, oh jee, daar gaat hij weer. Dan moet toch dat bankje even van dichtbij bekeken worden en even zien van, hé, van welke fabrikant zou die zijn en toch even een fotootje maken. Misschien is dat iets, misschien kunnen we daar ook nog iets mee. Dat hebben ze wel mooi gedaan. Dus op het moment dat je één keer in deze branche werkzaam bent, gaat het niet meer weg. Martin, ik zie dat er hier hard gewerkt wordt. Hebben jullie dat hele productieproces zelf in de hand hier? Ja, in principe doen we alles zelf. We hebben daar het machinepark voor om alle dingen die wij maken ook inderdaad helemaal in eigen huis te doen. Het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat we heel flexibel kunnen zijn, dat we snel kunnen leveren. Maar wat voor ons ook heel erg belangrijk is, dat we dus ook kunnen inspelen op echt klantspecifieke wensen. En dus ook echt specials kunnen maken die de landschapsarchitect in een bepaald project wellicht nodig vindt. Ja, die flexibiliteit hebben jullie, want ik dacht dit wordt in massa geproduceerd in China. Dat was eigenlijk mijn beeld, maar dat... Nee, in ons geval is dat niet zo. Tuurlijk zijn er ook producten waarin dat wel het geval is. Maar wij maken echt alles hier in huis. En dat zijn zowel de massaproducten, alle standaardbankjes die je eigenlijk overal vindt. Maar tot aan die specials. In principe kunnen we bijna alles hier zelf maken. Okay. Nou moet het dat soort meubilair natuurlijk aan andere eisen voldoen dan je bank thuis. Want waar moet het dan voldoen? Nou, dat zijn een x-aantal criteria. Natuurlijk design, vormgeving, die moet goed zijn. Als je in de buitenruimte bent, wil je toch dat het er goed uitziet. Ja. Dus het moet passen in de omgeving waar het staat. Daarnaast is het natuurlijk ergonomie, dus het moet ook nog wel een beetje zitten. Ondanks dat het natuurlijk niet een kussen is zoals je bank thuis. Maar het moet toch een beetje aangenaam zitten, goed gevormde rugleuning hebben.
En wat natuurlijk heel erg belangrijk is in de openbare ruimte, is een stukje vandalismebestendigheid. Ja. Ze moeten hufteproof zijn. Ja, en de weersomstandigheden, die hebben natuurlijk ook invloed op het... Ja, dat is al zo vanzelfsprekend voor mij dat ik dat al niet eens noem. Nee. Want ja, echt verduurzaming, zodat de producten toch 15 tot 20 jaar kunnen staan. Want dat is de praktijk. Ja, dat kan niet anders. Nee, en dat is gewoon standaard eigenlijk. Dat is echt wat standaard, ja. Is het eigenlijk erg aan mode onderhevig ook? Nou, gelukkig niet zo als de kleding of ook niet zo erg als het meubilair binnen. Maar het is wel degelijk onderhevig, omdat je wel te maken hebt met ja, op een gegeven moment ronde vormen die wat meer in zijn. Dan wordt het weer wat strakker. Dus ja, eigenlijk heb je dat allebei wel. Maar gelukkig kunnen we daar redelijk mee omgaan. Maar als het elk jaar zou veranderen, was het voor onze branche eigenlijk niet te doen. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Heb jij zelf wel eens een lasapparaat eigenlijk vast gehad? Ja, toen ik hier ben begonnen, toen mocht ik alle fases van het bedrijf zo'n beetje doorlopen. Dus ik mocht ook lassen en ik heb iets gelast waarvan ik eigenlijk niet meer weet of het... Dus is het geloof ik nooit wat geworden. Ik ben ook wel op montage geweest, want daar krijg je ook een beetje gevoel bij wat je verkoopt. En dat is toch wel heel erg belangrijk, dat je een idee hebt van waar je mee bezig bent. En trouwens, wist je dat sommige grassoorten wel 2 centimeter per dag groeien?